de haven van Blokzijl, daar komen heel veel mensen voor. Maar ze hebben hier nog iets anders. Dat is namelijk de Blokzijler Brok. Lekker bij de koffie en gemaakt naar geheim recept. Dat geheime recept, daar wilden wij wel graag wat meer van weten. Dus stuurde ik mijn collega Jouke Boerdam naar de bakker die dat lekkere dingetje maakt. Krijgt u daar nou ook een beetje spierbal van? Ja, ik ben enorm sterk wat dat betreft. Tenminste, die spieren die ik hiervoor moet gebruiken, die zijn wel aardig ontwikkeld. Hoe lang doet u dit al? Dit doe ik ruim 50 jaar. 50 jaar? Ja. Hoe oud was u toen u begon? Ik was 14 jaar toen ik begon in de bakkerij. Als knechtje bij mijn vader, toen deed ik het nog niet, maar een paar jaar later ben ik ermee begonnen. Wat is het wat u maakt? Dat is Blokzijler Brok. En wat is daar bijzonder aan? Ja, bijzonder is eraan dat het een hele leuke geschiedenis heeft. Er was ooit een bakker in Blokzijl, die bakte speculaas, maar zijn oven was niet goed. Toen mislukte dat. En de bakker die gooide het toch in zijn winkel. En de klanten die zeiden, hey, dit is fantastisch. Die kwamen erop terug, dan moet je zo blijven maken. Mijn vader is dat zelf gaan ontwikkelen. En zo is onze Blokzijler Brok ontstaan, die al meer dan een kleine 60 jaar hier al gebakken wordt. En dat is steeds groter geworden. En het heeft ook door het toerisme dat in Blokzijl in de jaren 70 opkwam, heeft een vlucht genomen dat het landelijke bekendheid kreeg. Dus jij bent de bakkerszoon, ga je het bedrijf ook echt overnemen? Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Ja? Ik ben hier nu net een half jaar begonnen en we gaan eens kijken of ik dit leuk genoeg vind om te doen voor later. Maar maak je dan alleen Blokzijler Brok? Ja, alleen brok. Het is vroeger een bakkerij geweest voor alles met brood en alles erbij, maar het is alleen nog maar brok tegenwoordig. Dus. Lijkt je dat niet saai dan? Nee, op zich niet. Het is een populair product, dus het is nog steeds in trek. En dat is leuk om te doen. Maar ik wil weten wat erin gaat. Dat kan ik jullie helaas niet vertellen, maar. Het lijkt op speculaas in ieder geval. En de verwerking ervan, dat is eigenlijk een beetje het geheim. Dus daar zul je niet achter komen, helaas. Wat is hem dan? Ja, dit is het eindproduct. Zo ziet het eruit als het uit de oven is. Dan is het klaar. En dan wordt het in stukken gesneden. Ja, wanneer mag ik nou proeven? Nou, weet je wat? Ik geef je dit mee. Oh, dat krijgen, kijk. Jullie van mij mee. Lekker.